It's all I wanna do. Yo, ik ben Chesso en welkom bij weer een gloednieuwe Black Ops 3 video hier op mijn kanaal Chesso. Vandaag spelen we een potje Hunted op, of potje Team Damage op de map Hunted. Want Hunted was natuurlijk vroeger Ghost in Game Mode, vandaar dat ik dacht dat Hunted was. Maar we gaan spelen met de Manowar. Waarom ook niet, jongen. We gaan kijken wat we vandaag kunnen gaan doen. Het is Team Damage, dus het is niet al te lang een video natuurlijk, maar ik speel met Scorstrike, UAV, Counter UAV en de Raps. En perks heb ik 2 perks, 1 natuurlijk Flag Jacket en hoe heet de andere ook weer? Six Sense. Perk 2 heb ik Fast Hands en perk 3 heb ik natuurlijk ik weet even niet meer de naam daarvan. In ieder geval dat je niet op de minimap, wow, lekkere dubbelke daar. In ieder geval, je wordt niet op de minimap gezien als je een ding, ik kijk of snel, je kan niet zien. Blast Suppressor, dat was hem. Zo, moeilijk om een naam te komen. Maar we gaan natuurlijk gewoon kijken wat we kunnen gaan doen vandaag met deze man. Oh, waar zit alweer enemies in ons spawn? Teammate heeft hem. En ik ga dood omdat mijn teammate loopt te kutten. Thanks, Dark Knight. Goed gedaan, jongen. Maar we gaan natuurlijk gewoon proberen een chille score neer te zetten. En te gaan kijken of dit een chille lobby is. Eventjes. Thanks, Six Sense. Nee! Holy shit. Ik moet weg hier. Nice. Ik heb bijna mijn annihilator. Holy shit. Zoals hem. Zo, hier heb ik even geluk, jongens. Nee, hij is ook onder water. Weg hier. Thanks, Flag Jacket. Nee, jongen, fuck! Oh! Ik zat even te concentreren daar, ze zagen jullie denk ik wel. Oké, pak mijn annihilator erbij, hoe staan we? 8-3, we zijn weer getagd. Zo kut als dat gebeurt. Maar ja, gelukkig ziet één iemandje dan maar. Dat is waarschijnlijk degene die specialist heeft. Maar ik ben nog niemand tegengekomen. Ik vind het ding zo mooi, hè. Ik vind het ding echt zo mooi. Zit hier nog een... Oh, lekker teammate. In onze rug. Ook in mijn andere rug. Ik weet het. 2 man. Ik ga dood door me. Je kan fall damage hebben. You're kidding me. Nee. Lekker vonden, hè? Je kan fucking boost jumpen en heb je fall damage. De logica, jongen. Dan heeft AW wel weer een pluspunt daarin, hoor. Eerlijk. Het is genoeg nergens op. Ik had het makkelijk kunnen hebben als ik geen fall damage had. Godver, dat is echt kut. Maar ja. Dan weten we dat ook weer. Ik heb het nog nooit gehad, serieus. Ik kom er niet pas achter dat het zo is. Maar ja. Shit happens, zullen we dan maar zeggen. Even proberen mijn UAV'tje te halen. Waar zit hier onder ergens? We gaan het uitzoeken. We zijn nou een vis. Ja, ik weet het, ik kan geen ik moet adem hebben, ja. Oké, vrienden zijn een hellstorm, we gaan wel winnen op dit moment. Oké, 1 kill teammate, lekker. Ik heb bijna mijn UAV'tje.
In mijn rug! Nee joh, wat een camper! Wat een camper, jongen. Hij zit de hele tijd in dat huisje. En om dat huisje te rennen. Dit is hem. Apparaat.nl. Goos, waarom camp je? Het is een beta. Ren er lekker in. Wat is de score? Hij gaat nog dik negatief ook, hè? Zulke mensen, hè? Ik zweer, dat zijn gewoon game-breaking. Dat gaat gewoon een game. Mensen gaan dan een game niet leuk vinden door de mensen die het spelen. Snap je? De game op zich vind ik echt gewoon prima. Alleen door de mensen die campen. Vooral de campers zijn OP in dit spel. Helemaal met de specialist natuurlijk. Ja, pleur die hem op je bakkes. Hij kwam vandaar, oké. En een later, misschien kan jij het wel goed maken, jongen. Kom maar. Zit hier nog? Hij is wel scheef voor die apparaten. Nou, ik schiet twee keer op hem. Hier zitten ze niet. Volgende keer beter. Even kijken waar de rest van de enemies zitten nu. Zo, ik heb een last van mijn traanoog opeens. Holy shit. Fucking hinderlijk is dat. En we hebben de final kill come. Ah. Zo, jongens. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze score. 18 om 8 is onze eindscore. En dat is natuurlijk gewoon een prima potje natuurlijk, vind ik. Maar wat ik aan jullie vraag is natuurlijk jullie blauw duimpje mogen achter te laten. Dat natuurlijk mij enorm. Abonneer natuurlijk voor meer Black Ops 3 video's, want er komen er nog een paar aan. En ik ga natuurlijk heel veel gameplays opnemen, zodat ik genoeg gameplays heb voor als de game uitkomt. Dus jongens, super erg bedankt voor het kijken naar deze video. Laat je blauw duimpje mogen achter. En hopelijk tot de video van morgen. Dus jongens, tot morgen. En bedankt voor het kijken. Dus ja, laters.